Am I wrong? In the summer. To the day I die. The beat goes on and on and on and on. Now am I wrong? I need a summer song tonight. Not okay. I'm changing. Welkom bij een nieuwe Let's Play! Oh, ik wou wow. bijna... Ik wou bijna op nee drukken. Wow. Sorry. Wow. Ik word helemaal gek geappt hier. Volgens mij Shirley ook. Shirley. Oké, we gaan onze paarden vandaag tot level 15 trainen. Yeah. Zo! Shirley heeft 63 nieuwe berichtjes op Facebook. Goed. En één vriendschapsverzoek. Weet je nog de keer dat ik al die poeders naar Ronald ging sturen dat hij je blokkeerde? Oh ja. Dat was leuk. Ga je dat volgende week weer doen? Ja, vind ik fijn. Er loopt iemand achter mij aan. Oh jee. Appen rijden tegelijk. Appen doe je op een P. Sorry, maar we hebben hier geen P. Jawel, op een paard. Daar rijdt een Jasmina Bluehouse achter me op een aan. Paard! Oh ja. Oh, nee, dat doe ik toch? Dus dan doe ik het goed. Ja, Jasmina, je zit in een Let's Play. Wat zegt ze? Eigenlijk. Lilian, wacht even. Lilian, wacht even. Wat wil je zeggen? Sorry. Waar ben jij? Oh, ik ben daar. 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 Lilian, mag ik iets zeggen? Ja. Oh, oké. Okay. Dank je. Meid, was goed dan mijn shirt aan. Wie zei dat? Anoushka Candle Forest. Hallo. Welk? Oh, sorry. De shirt, daar ziet er echt even niet uit. Beter. Nee. Ja. Oké, kom. Zal ik op jou? Ja, Ken kan ook niks te doen. Hi. Hi. Wat heb jij nou weer gehaald? Het letters, ja. Als dat gaat werken. Dat gaat werken. Bij het een andere doos moet ik in handen. Oké. Ik vind die bij jou, when you dance, dance, dance. Wacht even met de restart hoor, ik ga even... Ja, ik ben er nog niet eens. Ja, wist ik. Wat ga jij dan weer doen? Wee. Willow. De pillow. De kinderen mochten niet zwemmen. Ja, dat heb ik begrepen van jou. Wacht nog even hoor. Ja. Zeg maar als het kan. We gaan niet stiekem al vastgaan. Nee. 3, 2, 1, go. Godverdomme. Ja, ik telde af, dus niet zo, jij. Dat is echt wel 3, 2, 1, go. Moest me nog omdraaien, ja? Auw. Mijn achterbenen. Ik zag iemand. Poef. Mensen, er komt volgende week een fandag. We moeten alleen nog even kijken wanneer. En het is wel voor alleen Star Riders, sorry. Ja. We doen het altijd voor non-Star Riders. En we willen ook een altijd keer... hetzelfde. We willen ook een keer voor Star Riders doen. Oh, zodat we ook even wat meer gebied hebben om te gaan verkennen en zo. Heen te gaan. Ook goed, jeetje. En mensen, alsjeblieft, degene die deze video kijken, vraag me niet te vriend. Alsjeblieft. Ik zeg toch nee, want ik ga pas vrienden accepteren met vandagen. Ik weet niet hoe vaak ik het eigenlijk nog moet zeggen, maar... Met vandagen ga ik ook even iedereen verwijderen. Nou, dus... Alsjeblieft. En dat kan gewoon iedereen op de fandag maar weer toevoegen als je... Oh god, als je wil. Ja, en dat kan bij mij ook.
Weet je, ik krijg elke dag als ik op Star Stable kom, dan krijg ik elke dag te horen van... Meneer, mag ik je vriend zijn? En iedere keer moet ik weer zeggen nee. Met Venda geaccepteerd. Ik accepteer als de vriendenlijst niet vol is, accepteer ik wel mensen. Oh, ik was vergeten om op het knopje te drukken. Blond. Kom hier, knijnen. Dus ga alsjeblieft niet vragen. Niet aan Lotte, niet aan mij. Mij kan wel, ik accepteer meestal wel vrienden. Ja, maar als mijn vriendenlijst vol is, dan is hij vol. Oh, niet aan mij vragen of je vrienden mag worden met Wendy. Ik snap het. Nee, dat niet. Kijk, als Lotte vrienden accepteert, dan kan je dat doen. Kijk, als je mij toevallig als vriend vraagt en ik heb toevallig een plekje vrij, ja, dan mag het voor mij ook. Dan accepteer ik meestal wel. Maar als hij vol is, dan is het gewoon vol. Klaar. Ja, en ik weet dat het nu vakantieperiode is en dat er waarschijnlijk ook heel veel mensen er niet zijn. Maar het is echt niet de laatste fandag. Dat wou ik echt precies net zeggen. Het is echt niet de laatste keer dat we deze fandag houden. Hi Landon. Doei Landon. Waar gaan we heen? Dino. Yay. Hashtag zin in. Nu ben ik precies op de helft van mijn level, ho. Oh ja, en vraag niet de hele tijd of ik wel of niet opneem. Ja, maar dat kun je niet stoppen, dat blijft iedereen wel doen. Ja, oké. Okay. Mijn knie jeukt. Oh jee, dan moet je terugjeuken. Pas nalaten. Jongen, Spotify, please. Maak die reclame 5 keer zo hard als de muziek zelf. Oh, ik was drink aan het inschenken terwijl de dopper nog op zat. Goed zo. Oh, mijn drink is op. Mijn drink is ook bijna op. Haha, de liedje heet seks, jongens. Haha. Grappig. Lotte! Waar are you? Oh, daar. Ja, ik was toch met mijn Spotify bezig. Ik zie zo dat er een blauwe stipje langzaam hierheen komen. Hey. Waarom rij je door? Omdat ik even hallo wou zeggen. Oh, hoi. Glij je weer lekker over het ijs heen, meid. Mhm. Die Friese die moeten toch wel tegen wat kou kunnen. Die komen uit Nederland. Maar in Nederland valt het ook nog wel mee met de kou op zich hoor. Ja, kijk nu maar. Ik vind het zo grappig. Nederlanders zeiken altijd over het weer. Altijd. Ja, ik ook hoor. Als het koud is, is het van, oh, het moet echt warm worden. En als het warm is, is het yes, van, oh, ik heb hem gehaald. Ik heb en als jou... het warm is. Ja, als het warm is, als is het echt warm zo. Is het zo van, oh, het moet veel te warm. Het moet een beetje kouder worden. Ik vind de kou wel prima hoor. Ik vind warmte leuk, want ik vind zwemmen leuk. Ja, ik kan nu niet zwemmen 6 weken lang. Ja. Hoe lang heb je hem nou al? Eind juni. Anders zou ik wel meegegaan naar de Hoornse Vaart. Ja, Hoornse Vaart, mensen, dat is een zwembad. Dat is dat zwembad, dat zit vlakbij waar jij opgehaald werd. Bij dat station. Bij Alkmaar? Of bij Heugewaard? Bij Alkmaar. Oh. Vissa. Daar zijn ze heen gefietst. Idioten. Ja, maar Kimmery wil niet naar dit zwembad, want er is een keer geld van de gejat. Goh. Dat is dan gewoon haar eigen schuld geweest. Moet je je geld beter opbergen. En ja, maar toen zeiden ze, toen noemden ze een arrogante kutkind daar bij het zwembad. Nee, dat meen je niet! Mm. Ik sprong ja, niet, ik sprong zo het water in. Maar ik ga het redden. Godverdorie. Kiara die had zich ook er zo op verheugd dat ze mocht zwemmen. Mm.
giet mijn drinken zo naar binnen in mijn BH. Alweer? Ja, alweer. Lekker. Mensen, mooi hoofd hè, van Lotte, van die video van gisteren. Nou... Ik hoef geen comments over hoe lelijk ik ben. En ze heet geen Sammy, maar Sammy. Is... Wacht, ik ga het even in de groep typen. Sammy. Sammy met een Griekse Sam. Ei, toch? Ja. Ja, dat dacht ik al. Met IE is zo fucking Nederlands, vind ik echt lelijk. Dat dacht ik al. Ik volgens mij Sammy met Griekse ei. Ja, mensen. Binnenkort wordt ze bij ons ingeschreven. Ja, daar zijn jullie nog te klein voor. Ingeschreven? Ja, bij de dierenarts. Dan gaan we er ook gelijk oh, in. Oh, zo. Godsamme. Volgens mij hoorde ik echt. Ze zijn in nu een alweer in een korte broek. Ik heb het zo. Ze zijn nu alweer terug, hè? Jezus. Ik had Kiara al helemaal de zwempak aangedaan. Arm kind. Maar we hebben nog een zwembadje hier buiten voor haar. En dan gooi je er daarin, joh. Ja, vraag wel even aan Kimberly of ze even... Gooien. Ja. Gewoon 1, 2, hoppakee. Rotse vlot. Hij is alleen niet zo diep, dus dat is wel een nadeel. Hoor je dat? Ja. Ook. Oh. Kut. Ik doe het wel even meer. Auw. Ik kan niet meer. Schat? Waar ben je? Boven. Daar heb ik lekker veel aan. Nou, hij is toch boven dan? Dan weet je dat toch? Ja, maar ik moet even wat vragen aan hem. Wat dan? Of hij weet waar dat zwembadje van Kiara is. Nee, dat weet hij niet. Dat weet hij wel, want hij heeft de schuur opgeruimd. Nee, dat weet hij niet. Maar hij is al klaar, want ik hoorde weet de hij niet. Stjij. Weet het niet. Stjij. Hij weet het niet. Schat, weet jij waar dat zwembadje van Kiara is? Nee, weet ik niet. In de scheur wil je hem even opzetten voor de... Ze hebben nu de zwempak toch al aan. Ik denk, nee, dan maak ik het makkelijk voor Kim en Shirley, weet je. Of is alleen hunzelf om te kleden. Ach ja, hebben ze even goed nog een stukje gefietst. Lekker met die hitte. Godver. Nee, Shirley die ging Kimberly appen. Wil jij vragen aan Wendy of we mogen zwemmen? Oh. Terwijl ze naast me zat. Shirley zat naast me. Mama. Hey Kiara. Eentje daar. Auw. Oh jee, kusje op. Mwah. Heb je lekker gezwommen? Nee. Oh, het arme kind. Doe dat nou niet. Papa die gaat even kijken voor het kleine zwembadje van Kiara. We gaan nu niet dat hele grote zwembad opzetten. Nee. Want morgen wordt het ook alweer wat slechter weer. Dus, ja. En desnoods gaat een van jullie er al even af en toe even bij zitten. Weet je wel, oké, ook even afkoelen. Ja. Is dat zwembadje wat Kimberly aan het opblazen is? Ja. Dat is hem. Oké. Okay. Zeg, ik moet je de daar maar even in gooien. Sorry, ik knalde tegen de muur aan. Ja, sorry mensen. Ik ben heel druk bezig ook hier thuis. Maar ik ga niet voor 3 weken dat grote zwembad opzetten. Hoezo niet? Nou, aangezien ik ook niet mag zwemmen. En ik weet niet wat voor weer het wordt. Aankomende weken. Ja. Kijk, morgen wordt 30 graden, maar na morgen wordt het ook alweer slechter weer, weet je? En die week erop wordt het ook alweer slechter weer. Ik heb geen idee, echt niet. Okay. Je hebt 63 notificaties op Facebook. Ik ben aan. Wat? Bijna level 15 mensen. Die van mij zit nu iets voor de D. About. Die van mij zit tussen de R en de D. Nou. Ja. Net op de D.
Ik zit op de 1 en... Oh, cool. 310 en dan 30. Oh, wauw. Mijn beeld begon even te laggen. Te lachen. Er zijn echt fucking weinig mensen online in mijn vriendenlijst. Ja, maar het is vakantie, hè? Nou, nog niet voor iedereen, hè? Jij hebt sowieso officieel nog geen vakantie. Maar de meeste mensen wonen in het noorden. Wat is er, Mop? Vandaag 30, morgen 32, maar wel weer vervolgd. Is dat wel hier? Ja, nog 12. Jezus, 30 graden, godverdomme. Donderdag 26, vrijdag 23, zaterdag 24, zondag 5. Ja, je mag voor mij dat zwembad opzetten. Ja, welk weer wordt het maandag? Welk weer wordt het maandag? Je hoort het. Oh, dat vind ik echt heel fijn. Is dat sarcastisch bedoeld of... Nee, dat vind ik echt fijn, want dan zit ik in de trein. Dan hoeft het voor mij echt niet zo warm te zijn. Nee, daar heb je gelijk in. Geen 30 graden als je in de trein zit. Ja, dan stik ik. Neem jij je zwempak mee, Lotte? Ik heb geen eens een bikini die ik op dit moment pas. Oh. Kijk, alle broekjes pas ik nog wel, maar mijn topjes zijn allemaal te klein. We zitten dit gewoon te bespreken terwijl we opnemen. Maar maakt niet uit, mensen. Tot en met dinsdag 23, dan gaat het weer wat kouder. 21, 20, 21. Dus als die week dat Lotte hier is, wordt het gewoon bar weer. Ja, dat vind ik ergens wel fijn, weet je. Ja, ik vind het ook fijn, want... Weet je nog dat je hier zat, dat het af en toe zo warm was? Oh, dat is echt niet fijn. Je zat gewoon te zweten uit je bilnaad. Ja. Ja, maar ik bedoel ook, dan zit je met zoveel mensen in een, ja, niet al te groot huis. Ik zeg niet dat jullie huis klein is, maar het is niet gigantisch, weet je wel. Nee, nou, dat hoeft ook. En er zijn Kimberly, Shirley, Ronald, jij, Kiara en ik. 6 mensen in een huis. Ja, dat is met veel... één ventilator. Hé, is het mijn ventilator? Ja. Nee, oh, grapje. Ik ga hem stelen. Wij krijgen een... Nee. Ronald gaat een airco in mijn in onze slaapkamer plaatsen. In mijn slaapkamer. Ja, mijn airco. Gewoon alleen op mij gericht. Hij noemt me al Remy. Ik zet daar s'nachts al gewoon lekker het raam wagenwijd open. Ja, maar jij kan je raam openzetten. Als ik mijn raam open ga zetten, dan staat er s'nachts een kat voor mijn deur te mouwen. Mauw, 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 hoor je dan. Dus zet hem maar gewoon op, hoor. Ik denk dat ik straks ook even een voetenbadje ga nemen. Ga daar gewoon lekker in zitten, joh. Je schouder hoeft echt niet nat te worden. Nee, dat weet je niet. Ja, oké, dat is ook zo met dat grote zwembad natuurlijk. Wat? Nou, zet maar even lekker in de schaduw neer. Niet in de volle zon. Je kunt toch altijd de parasol boven zetten, hè? Dan wordt het water wel lekkerder. Ja, zet hem nu nog maar even in de zon trouwens. En dan wordt het water ook even wat warmer. Ik ben echt slim. Ja, oké, maar even goed. Er zit ook zo'n ding bij, hè? Zo'n zonneschermding. Oh, dan kun je ook de parasol erboven zetten. Mensen, ik weet het. Dit is een heel interessant gesprek. Zet even en een wat duim... ik zei over mijn bikinis, mijn... Hoe heet het? Ik heb nogal wat. Volgens mij. Volgens mij heb ik 2 dingen. Al mijn topjes zijn te klein, want ze... Ja, nee, ze bedekken niet alles. Ja, mag wel. Wat? Ja. Maar op zich kan ik dan wel gewoon in dat zwarte broekje en dan gewoon in mijn BH of zo, want die BH lijkt ook best wel op mijn bikini. En dan je mag ik hem gewoon droog. Kimberly! Klinkt misschien heel cruw mensen, of heel raar mensen, maar ik ga even wat tegen je zeggen. Je mag de luier uitdoen. Of klinkt dat cruw? Nou, raar. Normaal niet. Kijk, als dat kind lekker naakt rondloopt in haar eigen tuin, laat haar lekker. Ja, ze hebben een badpakje aan. Kiara, hou eens op met piepen, lieverd. Het is toch je eigen tuin, dat boeit echt niks hoor. Nee, weet ik. Ik denk dat die mensen die een video kijken ook echt niks uitmaakt. I don't know. Allemaal komt er. Dit kan echt niet! Gaat te ver! Kiara, kom zo even naar mama.
Zo gaat het dagelijks bij mij thuis, mensen. Waarom niet? Waar ben je bang voor? Van dit warme weer. Oh, dat ze gaat plassen? Ze moet toch ooit een keer leren om op de wc ook te plassen, Kimberly? Dan maar even zo. Misschien vindt ze het wel vies als ze gaat plassen. Dat ze denkt, ik ga toch maar even naar de wc. Ik pak die waterstuit erin. Zo, ik was zo blij dat Sammy al zinnelijk was toen ze bij ons kwam. Ja, dat is wel lekker. Ja. Dus moet je iedere keer die teringzooi achter erop ruimen. Een waterspuit nodig hebben. Warm water. Nee, dat weet ik. Waterspuit op Kimberly. Ja, water maakt Kimberly maar nat. Vindt ze leuk. Ik word gelijk Kimberly de race schreeuwen. Ja, dat weet je toch? Ja, wat? Ik hoorde niet eens wat ze zei. Je kan ook wel even naar binnen komen. Ze vroeg of ze even naar binnen moest komen of buiten moest blijven staan. Ze weet niet dat ik aan het opnemen ben. Alleen Shirley weet nu dat ik aan het opnemen ben. Ja. Die hoort af en toe wel ja, mensen. Ja. Ja. Shirley is ook aan het starstabbelen. 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 Wij zijn ook aan het trainen. Wij zijn tot level 15 aan het trainen. Af en toe als ik een type in de club wil, dan vraagt ze, wat zijn jullie allemaal doen? Ik zou trainen. Hi, lieverd. Hoi. Ik heb het niet tegen jou. Jij was schat, weet je nog? Of wil je ook lieverd genoemd worden? Ja. Hoe moet ik Ronald dan noemen? Gewoon bij de naam. Ren is door, knol. Ik wacht even op jou, zag je dat? Ja. Wat komt daar voor geluid uit? Ja, gewoon even een knorretje. Lekker. Ha! Ik ben echt serieus twee dingen tegelijk aan het doen hier al. Wat ben je nog meer aan het doen dan? Ik ben Kiara de luier aan het uitdoen. Auw. Ik heb plas. Is niet erg. Oh god, hoe gaan we dit doen? Ik ben ook aan het opletten. Ja, My Little Pony. Rainbow fucking Dash. Nee! Oké, Kiara, je moet heel even wachten. Ik ga eerst even... Laat Kimberly het dan gewoon doen. Ja, Kimberly, doe jij het eens, joh. Pilletjes. Godsamme. Ah! Ja, joh. Multitask. Je mag er ook af en toe even nat spuiten, hoor. Ik heb alsnog een nieuwe highscore. Echt, ik niet. Nou moet ik ze alle drie nog aanklikken. Zo, dat gaat een stuk sneller. Moet je schoenen aanleggen? Nee, doe de schoenen maar lekker uit. Die hoeven niet nat te worden, hoor. Dat vind ik zonde. Nee. Lekker naar buiten. Wat is het nou met die schoenen die we toen hadden gekocht voor haar? Dat die neuzen de eerste dag al kapot waren. Oh, die hebben ze nog steeds. Gaat het, hoe kapot zijn ze? Wow, valt wel mee. Maar ja, ze zit natuurlijk ook heel veel op de knieën. Dus ja, het is een kind. Ga maar lekker in het water, Kiara. Oh, ga maar niet in het water. Kimberly, in de schuur liggen die waterspuiten. Waar ga ik eigenlijk heen? Ik had het idee dat ik de race nog aan het doen was. Ik zie gewoon in de andere kant. Hoe gaan we doen? Wat is goodbye, bitch. Wacht op mij. Nee. Ik zeg tegen de Kimberly, in de schuur liggen die waterspuiten. Weet je nog, Lotte? Nou, ligt toen er zat zij in de schuur en ik had de waterspuit vast. En ze werd boos. Ja, mensen, ik zal het verhaal even vertellen. Lotte was hier in de meivakantie. En het was fucking warm. Kimberly die moest nog naar school. Ja, want ik was, het was echt op de trein gereden op zondag. En het was hartstikke warm. En toen hadden we het leuke idee, want we hadden van die simpele waterspuiten gekocht. Gewoon zo'n staaf zoals je waarmee je hebt leren zwemmen, maar dan als waterspuit. Ja, meestal van jullie denk kennen het wel. Maar goed, ja. En toen hadden we het leuke idee dat als Kimberly thuis zou komen, dat we de nat zouden spuiten.
Dus mevrouw kwam thuis en we zaten echt zo, Lotte en ik zaten echt zo met z'n tweeën van ja, zullen we het doen? Zullen we het niet doen? We gaan het doen. We gaan het gewoon doen. En Kimberly staat in de schuur en Lotte loopt naar. Die doet zo die deur open en ik spreek zo dat. En ze had zo'n shirtje aan, wat zeg maar van dat hele dunne stof is. En wat zeg maar over de broekje heen hing ofzo. En ze zei van, oh ja, we krijgen nooit op tijd dood. Want echt dood. Dood. Wat er binnen 2 minuten droog is als je in de zon zit. Maar oké, okay. Ze was pissig. Oh. Ja, ze was echt pissig. Ze was ja, echt ik heb horloge om en mijn telefoon zit in mijn zak. Hé Kimberly, toen je nat gingen spuiten. We spoten het echt op mijn buik en het kwam echt niet dicht bij de horloge of zo. Dus. Het was echt chagrijnig. Ja, maar... ja, dat weet ik. En daar hebben we de gevolgen ook van gehoord, ja. Dat was wel lachen. Ja. En het was hartstikke warm, dus ik zou best wel... Ik weet niet, aan de ene kant zou ik best wel blij zijn als iemand dat bij mij zou doen. Ik zou juist zeggen van... Oh, warm. Ik kom over die kutsprong. Welke kutsprong? Ik zie het niet. Ik kan mijn cam niet draaien. Ik zie je wel kutten. Nee. Ja, ik ben overheen. Auw. Dat is een muurtje. Wat is je vader aan het doen? Koplamp aan het doen. Zo, ik heb jeuk. Jij bent nou aan het huilen? Ik heb het zo warm. Oh, ik heb het ook warm. Ik ben al blij dat mijn deur open staat. Niet dat dat werkt. Maar... Wat is vies? Ja, welke dingen? Hoe vies is hij? Laat zien. Oké, 3, 2, 1, go. Doei. Dit noem ik vies. Maak je hem even schoon. Dan gooi je hem eerst even. Dan doe je er wat water in. Dan maak je hem even leeg in de poort. En dan spoel je hem even nog een keer om. Zo moeilijk is dat niet hoor. Hè Lotte? Nee, je kunt hem ook maken terwijl je het water op Kimberly uit. Nee, er zitten allemaal vieze dingen in. Oh, weet je nog dat ik het zo omhoog ging spuiten? Oh ja, dat deden we alle twee. En toen kwam het echt zo, zaten we te wachten tot het naar beneden kwam. En dan heel snel aan de kant springen. Ja. Als mooi weer. Oh, en naar de buren. Ja, wij hebben rotburen. Mensen, echt. Wij hebben echt rotburen. Ik ben blij dat ze alle twee op vakantie zijn. Ik heb echt gezien, ik ga naar Moreland. Daar krijg ik toch focus bij. En ik heb gezien om Golden Hills te doen. Ik ga hier met de trainer. Niet veel XP meer. Ah, nog niet veel XP meer. Oh jee. Ga je zus eens even helpen, Shirley. Ze krijgt hem niet schoon. Ik ben er al. Nou, doe je dat. Lekker gefietst. Gefietst het. Play it live. Nou moeten we wachten op Lotte. Kom aan, niet meer. You still call me on my cell phone. Dun 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 dun. Late night when you need my love. I need one day. Dat is nou. Zijn. I know it. Hi! Sophia Ponybroek? Wow. Waar? Sophia. Wat? Sophia. Oh, er staat een hoofd in mijn fucking beeld. Ja, bij mij ook. Hi. Doei. Oh. Waar ben jij? Ben je... Doen we nou een ander? Nee, we doen dezelfde. Wie? Oh. Doe jij nou? Weet ik niet. Sammy. Don't you love me? Even if it's fake, cause I don't fucking care. At all.
Nee, nou ben je niet, maar... Making any sense, but I don't fucking care. At all. Wacht even, want ik moet even mijn dingetje aan de opladen doen. Sorry. Ik wil van server veranderen. Wil je van server veranderen? Ja. Yeah. Yes! Jullie komt hier. Is er plek in de club? Volgens mij wel. Oké. Okay. Oh, kut. Maak Shirley ook als clubleider. Haar ken ik. Ik zit er pas 1 minuut in. Waarom is hij clubleider? Wow. Omdat ik haar persoonlijk ken. Ik allemaal in je eigen darmzak. Dat is meestal als ik iemand in de club doe, weet je. Dan is gelijk, mag ik clubleider zijn? Nee. Nope. Okay. Waar mag Lotte dat dan wel? Wat ik swag heb. Omdat Lotte mijn beste dinnetje is. En die nee, ik heb swag. Oh god. Dat zal ik volgende keer wel zeggen. Mijn paarden een beetje spastisch. Nou, meisje toch. Mama. Oh, doei. ik dacht dat ik jou daar zag rennen. Nee. Ik durf hem niet om te draaien. Nu wel. Tell me that you love me, even if it's fake, cause I don't fucking care. At all. You've been down all night, I don't know where you've been. You used to call me on my cell phone. Welk nummer is het? Wat? You used to call me on my cell phone. Hey. Long days, long nights, I'm not with you, I don't wanna move. Don't lie, and if I need it, please. Nou, Shirley, ga maar van surf veranderen dan. Oeh, your body is a blessing. Ja, mensen, Shirley die komt in mijn club. Maar dat, ja. En ze wordt clubleider, dus alsjeblieft geen gezeur over van waarom is zij clubleider, bla bla bla. I just feel so good. Love. Dun dun dun. I just feel so good. Ik heb die van Tan ook gedaan, hè? Ik weet niet of jij die hebt gedaan. Ja. Moet alleen haar nog even aanklikken. Sophia. Had jij het dan al gedaan? Ja, ik heb het dan al gedaan. Oh. Ja, ik moet. Ik zit op 32.780 nu. Dus dan ga ik het met hem ook niet redden. Nee, ik ook niet. Ik denk dat ik het wel ga redden met. Ja, misschien met. Fort Pinta. Ja, sowieso. Maar Fort Pinta strandrace. Even kijken dan. Die is wel leuk om. Daar heb ik nog nooit een paard mee gemaakt. Gemaxt. Haha, grappig. Oké, voor de mensen die mij niet echt kennen, snappen die niet. Dus dat is zeg maar 1% van de video die dat misschien kent. Wauw. Dat is veel. Ja, als jij kijkt, weet je het. Wow. Holy shit. Oké, ik moet nog... Oh nee, dat ga ik net niet redden. Ik zit op 32.905. Oh, dan moet je daarna nog 10. Dat is kut. Jij dan? Ik ga hem er wel mee maxen. Ik wil hem er ook mee maxen. Dat is lullig, want dan ben jij eerder level up. Ja, dat is kut. Dat wil ik niet. Kom naar de Fort Pinta. Shirley loopt even met ons mee. Wacht op Shirley. Kom naar Fort Pinta strand. Ja. Lotte! In those ocean eyes! Doe je mee met snelle glitch? Nee. Nee.
Weet je, ik heb een respect voor noobs die nooit Starrider zijn geweest en nu een paard level 15 hebben. Met elke dag die 4 races doen. Wow. Echt, oh. Dat is echt fucking hard werken. Waar staat ze? Weet ik niet. Ze gaat nu van de trap af. Dit wordt zo raar om Shirley te zien op dit account. Daar heb je er. Kijk dan, daar komt ze. Huh! Oh. Shirley! Shirley! Oh, dat ziet er echt heel raar uit, ja. Ja, yeah, ik ben vrienden met haar, woehoe. Hi. Hi. Je hebt een leuk outfit aan, Shirley. Ja. Ja. Okay. Ziet er goed uit, toch? Goed gekeurd. Lotte heeft echt goed paard, Maxer. Oké, jij zit in de club? Ja. Je mag op mij, clubleider, oké. Okay. Lotte staat gelukkig nog steeds als tweede. Mag ook gaan zitten hoor, Kiara. Was je die race al aan het doen? Nee, ik had het verkeerd aangeklikt. Oh, handig. Wacht op mij. Het gaat niet zo snel. Nee, ik toch ook niet. We gaan toch even snel? Echt niet, jij straks niet. Oh, je had er in een groep toegevoegd. Ja. Nee. Heeft ze zelf gedaan. Wat dacht je? Ik kom nu toch maar op deze server. Ik hoop ik geen Engels meer te spreken. En nee, je moet echt even zwarte laarzen daarbij aan doen. Why? Omdat het er niet uitziet. Ja, maar ik heb nog steeds geen zwarte laars van. Dan gaan we die nu gelijk halen na deze race. Nee. Na de Vinta race. Ja. Godver... Ja, ik heb deze, die bruine, maar dat staat er niet bij. Nee, zwarte. Ja, jongen. Meisje. Sorry, dit wordt een erg lange let's play. Denk je dat iemand dat erg vindt? Hi, Shirley. Ik vind het echt zo rot. Zo rot. Wat? Zo rot dat ik naar de wc moet. Nou, dan ga je even. God, doe ik weer de verkeer. Doe ik ook de verkeer. Ik ben even naar de wc, tot zo. Doei. Mijn paard is level 15, yay! Fuck you, Wendy. Grapje, lapje. Was maar een prankje. Schiet op, man. Vis sneller. Hallo. Hi. Ik mocht het overnemen. Gezellig. Totdat ze terug is. Ik heb een ijsklontje in mijn mond. Ja, ik merk het. Ik ben blij. Hij is level 15. Jee. Joepie. Jan. Die van Wendy bijna. Ja. Die moet nog iets van. Zo'n klein stukje. Ja. Hij zit tegen een randje aan. Maar net niet. Die van mij zit over het randje. Ha 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 ha. Die van mij zit in level 13. Nou, ga zelf ook trainen dan zo. Ja, dat ben ik ook aan het doen. Ja, waar was je gebleven met trainen? Ik was in Jarlaheim. Gezellig. Ja. Kun je? Ja, jij kunt wel naar Arcona. Ja. Ik ben even 18 hoor. Ja. 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 Ongeveer een klein stukje verder dan Wendy. Wow. Klein stukje in mijn level ben ik verder. Nice. Ja. Je was toch altijd lager, of niet? Nee, dat is met Sophia. Oh. Ze zit met Sophia in level 19. Toen ik een keer op jou kwam, kan ik me herinneren dat je 17 was. Oh. Ik ben ook hoger gegaan. Ja, hallo! Ja, joh.
Oh, kut. Ik zit vast. Dat is handig. Ik zie het. Het is dus een hekje. En een box. Ja. Het overkomt ook gewoon alleen mij. Nou. Oh, wat doet die Emily? Weet ik niet. Oh, overal, overal heen gaan. Kjeri zit hier lekker te spetteren. Ja, ik hoor het. Hier is Ben nu weer. Ja, handig. Hi. Hi. Ik ben nog geen level 15. Ik wel lekker voor je. Potverdorie. Gaan we weer een keer bergchansen? Ja. Gaan we hierna wel doen. Wacht even. Ik ga hierna ook even naar de wc. Als jij die race had, dan ga ik even naar de wc. Ja, wat wil je zeggen? Als jij die race aan het doen bent, ga ik ook even naar de wc. Oh ja, dat kan ook. We gaan dan eerst even die laarzen dan voor mij halen. En dan gaan we bergchance. En dan maken we wel weer een andere let's play daarvoor. Best wel warm en inspannend om van een berg te dansen. Als we nou even in het water vallen, koelt het even af. Ja, ik wil op zich best wel heel graag zwemmen nu, maar ik heb geen vrienden. Dus, en ik ga niet alleen naar het strand toe. Het strand is echt een kilometer vanaf. Ik wil ook heel graag zwemmen hoor, maar ik mag niet. Ik ga het naar de wc, ik ben zo terug. Ja, is goed. Shirley, ga je zo mee bergjansen? Ja hoor. Shirley denkt, cool, dat heb ik nog nooit gedaan. Dan heb je die let's play niet gezien? Nee. Schaam je. Oké, okay, mensen, dus we maken even een aparte let's play. En ik weet nooit wat ik moet zeggen als ik alleen zit. En ja, ik zal Shirley en Kimberly van de week ook laten opnemen. Ja, maar dan moet Kimberly wel op Anke of Lillian. Maar Kimberly wel op mijn account. Oh, waarschijnlijk van Lotte, niet van mij. Ik heb Lotte al als vriend. Ik heb Maggie. En wat heb jij als vriend? Ja. Echt? Op ja. Maggie? Maggie, ja. Oh ja, Maggie Shark Street. Ik snien het. Verwijder. Moet je me even toevoegen als ik straks terugkom? Of ben je ook die race aan het doen? Ja. Ik zie jou niet. Nee. Oh, ik zie jou beneden. Ah! Hek. Play it live! Sorry voor degenen die geschrokken zijn. Scarlet Puppy Tree, hallo. En het is dus ook wel anders op een andere server. Sure. Zie Lotte hier staan. Jee! Paard is een level up. Ja. Eindelijk level 15. Eindelijk. Ik ben niet te snel. Ik hoor Lotte. Ik ben er weer. Hi. Hey. Daar heb je Shirley. Ik ben nog aan het opnemen. Ja. Vriendschapszoek. Vriendenlijst is vol. Sorry, Shirley, mijn vriendenlijst is vol. Fuck jou. Ben je nog level 15? Ja, ik zit in level 15. Nee, nee, nee. Ben jij dat, Shirley? Ja, dat ben ik. Oké. Okay. Dan is het goed. Oké, okay, mensen. Ik ga nu afsluiten. En zien we jullie weer bij de volgende video. Dus ja. Doei! Bye-bye.